Vertel eens, hoe gaan de zaken hier? Goed. Wat heb je allemaal verkocht? Veel. Veel, maar noem eens wat. We hebben zo'n baan, dat een autootje zo kon racen. Een Hot Wheels baan. Ja. En een mijntje knuffel. Ja. En auto's. Even luisteren wat mama zegt, dan hoor ik het ook namelijk. Auto's en een Hot Wheelbaan en wat kleren. Van alles, ja. En hoe lang zit je al hier? Ja, dat moet je aan mijn moeder vragen. En vind je al dat je al lang zit hier? Wat? Vind je dat je al lang zit hier? Ja, eigenlijk best wel. Maar ik vind het zo leuk om het van jou te horen. Maar je moeder mag wel gerust antwoorden hoor, als het jou niet lukt. Ik weet echt niet. Ik denk wel 3 uur of zo. Oh, wel ongeveer 3 uur. En wat zou je het liefst kwijt zijn nu? Ja, deze. Laat eens even zien. Laat maar even de camera zien. Huh? Ja. Oké. Heb je daar veel mee gespeeld? Niet erg. Volgens mij maar 1 keer opgebouwd en toen stond het de hele tijd in de kast. Wie kan ik helpen? Zal ik eentje mogen? Ja. Zeker, 2 euro meneer. Ik kom zo bij jou meneer. Wat dan? Sorry, mag niet uit. Ik heb maar de nee hoek. Altijd dan. Ja. Anouar, vandaag 15 jaar bazaar. Ja. Hoe vaak ben je al hier geweest? Hoeveel jaar? Nou dat is moeilijk om te vertellen, maar wel bijna elk jaar om hier mee te helpen. De laatste 5 jaar sta ik hier achter het kraampje met iedereen eigenlijk. Met de hele gemeenschap, met de Turkse gemeenschap zoals jullie zien. Ja. Staan we eigenlijk hier voor onze moskee. Ja. En wat verkopen jullie allemaal? Want voor mij is het niet allemaal bekend. Ja, eigenlijk verschillende dingen. Zoals je ziet zijn ze hier achter bezig met verschillende soorten broodjes. En dat doen we eigenlijk elk jaar. Dus we hebben van vegetarisch tot aan vlees en tot aan kaas. We hebben druifbladen gevuld met rijst en we hebben heel veel zoetigheden. En zoals je hiernaast ook ziet hebben we ook altijd gewoon döner en broodjes shawarma. Dus eigenlijk gewoon standaard dat we altijd hebben. Maar het gaat wel heel erg goed, hè? Ja, het gaat zeker heel erg goed. We zijn er zelf ook blij mee. En dit is allemaal een bijdrage voor ons moskee. En wat is nou jullie topproduct? Een topproduct, zoals je ziet, is eigenlijk een broodje dunner. En de broodjes die hier de vrouwen bij ons achter maken. En wat is zo'n broodje dunner? Een broodje dunner is eigenlijk een soort wrap of een broodje gevuld met sla, tomaat, ui, knoflooksaus en vlees. Als je de saus weg zou laten, zou je bij ons bijna zeggen in Nederland, een broodje gezond. Een broodje gezond, inderdaad. Ja, met dan zonder kaas. Ja, helemaal goed. Ja. Nou is er deze week natuurlijk wel nieuws geweest. Zijn jullie niet verschrikkelijk geschrokken? Ja, tuurlijk wel. Ik ben bang voor de soldaten of iets nog groter iets gebeuren. Daarom zijn wij iets bang.
Maar, ja, het lijkt nu weer wat rustig. Wij denken altijd goed, dan komt altijd goed. Wat zou er moeten gebeuren om het goed te laten komen? Ja, ik denk wel, iemand gaat gewoon oplossen, Erdogan of iets anders. Dan moet wel echt oplossen geworden. Ja. En wat zou uw oplossing zijn? Ja, weet ik niet. Hoe kan ik eigenlijk een antwoord geven, maar... Nee. Al 15 jaar bestaat de bazaar. Ja. Hoe vaak bent u al hier geweest? Hoeveel keer bent u al hier geweest? 50 keer ben ik hier geweest. 50 keer. 50 keer. Ja, uit de thee en koffie maken. En u zorgt voor Turkse koffie? Ja, nee, gewoon een Nescafé. Ja, Nescafé, ja. En ik maar denk, in zo'n mooi apparaat dat het... En thee, Turkse koffie, thee. En thee, maar het is gewoon een normale thee? Ja, normale thee, ook een Turkse thee, ja. Turkse thee? Ja, Turkse thee. Antilyanın Surnamen, Bosna Hersek Balkanen. Ze sporen daar aan met heel veel jaren. Alle dingen sporen te zien. Nu samen.
En hoe heet jij? Kubra Atalay. Weet jij dat hij al 15 jaar draait? Ja, ja. Het is in de kern begonnen. Maar ben je al 15 jaar hier? Ik ben al 15 jaar loop ik rond, ja, ja. En wat doe jij nou precies hier? Ik ben vrijwilliger hier vandaag op de bazaar. Dus ik loop rond met deze boekjes. Ik probeer ze te verkopen. En ik word ingezet waar hulp nodig is. Ik vind het ontzettend leuk. Het is echt heel gaaf. Het is die verbinding, jong, oud. Hè? Alle culturen bij elkaar. Het is geweldig. Maar je straalt plezier uit en dat is belangrijk. Ja, dat hoop ik wel. Want ik heb er ook ontzettend veel plezier in. Dus ik hoop dat ik dat ook uitstraal. 12 jaar of 13. Maar nagenoeg elk jaar. En wat trekt jou zo aan dit? Buiten dat het voor jou rustig is omdat je niet in de organisatie zit. Wat meestrekt is de vreselijke ontspannen gemoedelijkheid. We ontmoeten elkaar hier, we zien elkaar hier. Dit is echt het prototype wat Boksel trots op mag zijn. De ontspannenheid, elkaar ontmoeten, de culturen, de muziek, de hapjes. Het elkaar zien, geen gedoe, heel ontspannen. Wat een fantastisch evenement. Heerlijk. Zing eens mee, Boksel, kom ja. It's been a long time in New York City. It's been a long night in Molenwijk. Don't remember you're looking at. Well, I got a woman way over town. She's good to me. Hey! Yes, indeed. Never mind all the fusses. I know she's never running in the street, leaving me alone. She's good to me. Well, I got a woman way over town. And she's good to me. Nou, jullie zijn hier als Marokkaanse gemeenschap hier lekkere dingen aan het verkopen. Ja, dit is 15e jaar. We hier eigenlijk het begin vanaf het begin van de bazaar. Doet u al 15 jaar mee? 15 jaar mee, ja. Ja, waarom wilt u hier zijn? Ja, we zijn alleen om wij samen van kennis maken. Niet afstand nemen van andere mensen. En wij, ja, is leuk. Elk jaar hetzelfde. Dit is de omgeving van Boksel. Ik vind dit leuk. En alle culturen van Marokkaan, Turken, Afghanistan, Pakistan, ook Nederland mensen, moeten wij kennis maken van alle smaak en wat proeven. Ja, dat is het eigenlijk. Dus moeten wij kennis maken met mensen, met alle mensen hier in Boksel. Nou, jullie zitten hier lekker te smikkelen. Ja, zeker. Van het Marokkaans eten volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. En komen jullie vaak hier? Tenminste, elk jaar hier? Ja, eigenlijk ieder jaar. Ja, ja. Hoeveelste keer is dit? Ik denk de derde keer dat we hier zijn. Hè? Ja, de derde keer. Wat drijft jullie om hier naartoe te gaan? Nou, gewoon de gezelligheid en lekker eten natuurlijk. Dus je hoeft vanavond niet te koken? Nee, precies. We staan hier bij Galit en Galit die is, wat hij mij vertelde, een muzikant. Vertel, wat ga je straks doen? We gaan straks een beetje muziek delen met de Boksel, van de band Kaswa en we gaan iets moois neerzetten. Dan willen we natuurlijk weten welke band? Kaswa. Ja, die is pas om 4:55, hè? De ja. Band. Dat is zo. Ja, het geluk is weer heel mooi. Jullie reizen Europa door en Nederland door. Hoe gaat het op dit moment met de band? Het gaat hartstikke goed. Ja, wij hebben plezier in wat wij doen. Een hele mooie gezelschap bij elkaar. Veel bokselaren tussen. Dus ja, het kan niet beter. Maar wat is dan hier zo bijzonder aan? Gewoon heel bescheiden, mooi, locatie is goed. Alles is goed georganiseerd. Wat wensen nog? Dit ruikt naar meer. Ja, hopelijk dat het ook niet te groot wordt, anders is ook geen lol meer aan.
Maar we zijn al lang blij dat in Boxer iets, zoiets ontstaat. Want het is gewoon voor iedereen toegankelijk, gratis. De sfeer zit erin, de locatie is mooi, de muziek is goed. Nou, wat willen we nou? Nou, daarna. We staan hier bij Rachel Botta. Zij gaat zo meteen optreden hier op de bazaar in Boxtel. Rachel, waarom is het zo leuk om hier bij de bazaar in Boxtel te zijn? I really think the people are very friendly. Just from coming in, from when I came in from the main gate up to here, everybody seems warm and more open and welcoming, and I like that. Ik vind het heel leuk. Is this your first time? Dit is mijn eerste keer in deze plek. Eerste keer. Wel grappig dat je nu in het Nederlands en ik in het Engels de vraag stelt. Ik doe het altijd zo gemixt, een beetje Nederlands met Engels. Wat komt eerst is what I use, so it's a little bit crazy. How many songs do you see here? I'm going to do 6 songs. It's about a half an hour. That's like 30 minutes to 25 minutes exactly. Yeah. And you are from? Zambia. Zambia, but you are not really, you are living now in? I'm living now in Rotterdam, and I knew about the show today through my friend. He's from the Paula van Dauk Foundation. He asked me, there's a festival that goes in Boxtel, would you like to perform? I said I would like to do so, and he told me I'm going to try to make a connection for you there so you can come and perform, because he also has a lot of things that he supports with us, the Zambian people, like charity that he does, the work he does in Zambia. So I thought it was amazing for me to come and do this with him, because he also does something for my country, which is like exchange of love, and ik vind helemaal prachtig om dat te doen. John, vertel mij eens, hoe ben jij aan Rachel gekomen? Ja, ik heb Rachel een jaar geleden op tv zien optreden. Dat deed ze mee aan een talentenjacht. Hoe heet talentenjacht ook alweer? The Voice of Holland. Ja, The Voice of Holland. Ja, prachtige performance, jonge vrouw uit Zambia. En ik heb haar ontmoet bij een dag voor stichtingen die actief zijn in Zambia. En ik heb haar toen gevraagd, wil je onze stichting, Polen van den Donk Stichting, hier uit Boxtel, hier begonnen. En wij ondersteunen een dorp voor aidswezen in Palabana in Zambia. Ja, wil je hier mee komen doen? En het verhaal van Rachel steunt ons. En wij steunen de kinderen van Zambia. En op die manier zijn we een hele mooie cirkel rond eigenlijk. Ja. Dus ik ben heel trots dat ze vandaag hier staat. En ik heb volle vertrouwen in een heel mooi optreden. Eva's laatste vraag. Wat verwacht je van dit optreden? Ik verwacht dat mensen gaat gewoon genieten van een beetje van Afrika. En gemixt mij ook. Want mijn single komt uit volgende week. So ik ben zo blij voor de eerste keer. Ik ga mijn single optreden in Nederlands. Ik ben zo blij en ik ben echt heel benieuwd. En ik hoop dat iedereen hier gaat een prachtige en gezellig tijd hebben. Wat is je favoriete song vandaag? Dreams. Dream. Nou, heel veel succes, dank want je moet zo meteen op. Dankjewel, God bless you. Dames en heren, dit is het moment voor u gaat optreden, Rachel Botha. Storm.